Individualisering is eigenlijk dat we te maken hebben gekregen met heel veel markten van individuen. Dus we hebben te maken gekregen met heel veel consumenten die eigenlijk helemaal speciaal benaderd willen worden. Dus ze willen het gevoel hebben dat wij iets doen wat speciaal voor hun gedaan is. En voor een retailer heeft dat wel een enorme impact, want we zijn gewend als retailers dat we altijd massamedia doen. En nu moeten we opeens micromedia gaan doen, want we moeten iets doen wat eigenlijk voor kleinere doelgroepen gericht is. Wat ik zelf een leuk voorbeeld vind, als je het over individualisering hebt, is dat je bijvoorbeeld bij IKEA kun je gewoon een standaard bank kopen. Ja. En je hebt een bedrijf BAMS en die maken hoezen, waardoor je die standaard bank toch je eigen tint kunt geven. En natuurlijk verkopen ze massa's van die hoezen, maar doordat we heel veel verschillende mogelijkheden hebben, heb je toch het idee dat je eigen bank hebt.